Ja, daar zijn we dan. Yes, daar zijn we. We zijn live voor de tweede keer. Net ging het even niet goed, maar hier zijn we dan toch. Zoals ik al zei, het is een hele spannende middag. Want zeker voor mij, want dit is sowieso doe ik niet zo vaak live video's. Dat is op zich al spannend. Maar welkom hier bij mij thuis. Ik weet niet precies hoe dit allemaal werkt met Facebook Live. Ik heb dat nog niet zo vaak gedaan. Maar als je vragen hebt, stel ze dan. Misschien dat ik ze in beeld zie en anders dan doen we dat straks. Hey, super tof dat je er bent. Het is vandaag de Book Launch Party. We gaan online een feestje vieren, want mijn allereerste boek is uit. En dat boek, dat wil ik heel graag met jullie delen. En dat is het boek namelijk Vrouwen versieren kun je leren. Yes. Hey Rob, leuk dat je er bent. Ik zie je inderdaad. Mooi dat je erbij bent. Fijn dat je erbij bent. En natuurlijk super tof dat iedereen er is die nu kijkt. Ook als je dit kijkt, als het niet live is, super tof dat je bent. Blijf hangen. Want we gaan het vandaag hebben over het boek natuurlijk, Vrouwen versieren kun je leren. Het boek wat elke man gelezen zou moeten hebben. Maar blijf tot aan het eind, want dan heb ik nog een leuke verrassing voor je. Een bonus die je van mij gratis krijgt. Ja, als je iets krijgt is het altijd gratis, dus dat is makkelijk. Dus dat is super tof. Dus blijf even tot het eind hangen. En in die tijd gaan we een aantal leuke dingen doen. Want natuurlijk ga ik je het boek presenteren. Ja, ja, daar is die dan. Vrouwen versieren kun je leren. Ja, er staat hier nog een andere ondertitel onder. Dat was nog een proefdruk deze. Ik heb de echte officiële versie nog niet zelf ontvangen. Maar goed, ik wilde niet wachten tot we daarop tot ik die binnen had. Ik wilde dit gewoon met de wereld delen. Want het is zo ongelooflijk cool om zelf een boek te schrijven. Het was altijd een van mijn dingen op mijn bucketlist. Ik heb hem van de week ook gedeeld op Facebook. Weet je, er zijn al zoveel toffe dingen die ik heb mogen doen in mijn leven. En dit was er toch nog wel eentje die op mijn lijstje stond. Ik weet nog dat ik als klein mannetje bij mijn vader en mijn moeder thuis op de zolder had mijn vader zijn kantoor. En daar stond dan een typemachine. En als hij dan niet daarop aan het werk was, dan mocht ik daar ook op. En dan ging ik mijn verhalen schrijven. Dan ging ik mijn verhalen schrijven over avonturen die mensen beleven. Dus het schrijven zat altijd wel een beetje in me. En ja, dan word je wat ouder en dan denk je, ja, eigenlijk, ik heb inderdaad al heel veel geschreven, maar nooit wat uitgegeven. En dit is de reden dat ik hem uitgegeven heb. Dit is niet de reden dat ik hem uitgegeven heb, maar dit is wel het resultaat wat ik uitgegeven heb. Dankjewel Rob voor de felicitaties. Ik ben er echt super, super blij mee, super trots op. En ja, weet je, dit zijn van die mijlpalen. Ik bedoel, niet iedereen schrijft een boek. Weet je, we kunnen allemaal dingen schrijven, maar niet iedereen schrijft een boek en geeft het dan ook vervolgens uit. En eerlijk gezegd, dat heeft bij mij ook 4 jaar geduurd. Hij heeft 4 jaar op de plank gelegen met als werktitel Van Dummy naar Don Juan. Leek me een aardige werktitel om aan te geven wat je eigenlijk nou beleeft in dit boek. Want waar gaat dit boek dan over? Ja, vrouwen versieren kun je leren, dat mag duidelijk zijn. Maar het gaat over veel meer dan dat. Want het gaat erover hoe jij als man kunt groeien voor jezelf om de vrouwen in je leven te krijgen die je zou willen hebben. Want weet je, om eerlijk te zijn, ik snapte er vroeger helemaal niks van. Ja, ik ben getrouwd geweest, dat, voor de mensen die me kennen. Ik heb 15 jaar een relatie gehad, waarvan 7 jaar getrouwd geweest. Maar dat liep stuk. En mijn relaties daarvoor waren ook niet je van het. Dat waren ook allemaal een beetje toxic relations, zullen we maar zeggen. En over het algemeen was het gewoon niet wat het moest zijn. En dat kwam eigenlijk ook vooral omdat ik zelf niet een hele bewuste keuze maakte met wat ik nou wilde in mijn liefdesleven. Ja, en dan ben je gescheiden en dan, ik was bijna 40 en dan denk je echt van ja, jeetje, wat nu? Weet je, hoe kom ik nu nog aan een leuke vrouw? En nou ja, dat proces ben ik ingegaan. En dat proces ben ik ingegaan een aantal jaren lang en ik heb echt alles gedaan wat je maar kan bedenken. Ik heb datingcoaches ingehuurd, ik ben met bootcamps mee geweest. Ik heb natuurlijk het hele freaking YouTube video, alles gekeken wat er te kijken was. Ik heb boeken gelezen, boeken over vrouwenversieren, over psychologie, over sociologie, over biologie. Want je wil ook weten hoe de dingen in ons hoofd en in ons lijf werken die daarmee te maken. Want er zit natuurlijk best een hoop in onze natuur, hè, wat we in ons hebben. En ik vroeg me af, hoe kan het nou dat bepaalde mannen het wel kunnen en bepaalde mannen het niet, zoals ik. Weet je, een goed voorbeeld. Het staat ook in het beschreven in het boek. Ik vind het een van mijn meest sprekende voorbeelden hoe niet goed ik was met vrouwen. Ik was met een paar vrienden van mij in Frankrijk op vakantie gegaan. We hadden een oude polo in elkaar geschroefd en die meegenomen naar Frankrijk. Grote bungalowtent erin, gitaren mee, Nederlandse vlag mee. Ik was denk ik 19 of iets dergelijks. 18, 19 jaar, ergens in die richting. En nou, allemaal leuk en aardig. We zaten op een leuke camping en midden in de nacht, we wilden eigenlijk naar bed gaan, een uurtje of 1 of zo, whatever. Hoorden we denk ik allemaal geritsel en gedoe om de tent heen. Dan denk ik, ja, wat de fuck is dat? Het is 1 uur, 1:30, midden in de nacht, wat gaan we nu krijgen dan?
Dus wij naar buiten, staan er drie bloedmooie Françaises voor onze tent. Nou, wij spraken allemaal niet zo heel erg goed Frans. Ja, mijn maat iets beter dan ik, zeker. Ik sprak eigenlijk bijna geen Frans. En kwam erop neer. Ja, ze was een beetje schoorvoetend. We vroegen ons af of we misschien een kopje thee bij jullie mogen komen drinken. Het is 2:30. Maar ja, je gaat natuurlijk geen nee tegen drie van die mooie Françaises zeggen. We waren met z'n drieën, zijn met z'n drieën. Dan is de optelsom gauw gemaakt natuurlijk. Nou, daar begint het eigenlijk. Hè? Want normaal gesproken zou je zeggen, nou, dat wordt een leuke partij. Dat wordt een leuk feestje met z'n drieën of met z'n zessen. Maar dat was niet zo. Althans, voor mij zeker niet. Want ik snapte er echt helemaal niks van. En er was een hele leuke, een van die leuke meiden. Die zat naast me. Laten we haar Karine noemen. Mooie Franse naam. En zij, ze vond me een très bien guitariste, of hoe je dat dan ook uitspreekt. Ze vond me een goede gitarist en ze vond me leuk en ze moest lachen om mijn grapjes en dingen en zo. Maar ik dacht, deze is zo knap. Dit is zo'n mooie vrouw. Die is natuurlijk gewoon, echt gewoon way out of my league. Dat is echt, hoe kan die mij nou leuk vinden? Dat was dus wel zo, want alle signalen waren er. Alleen ik was er blind voor. Ik zag het gewoon niet. Ik was te veel bezig met mijn eigen onzekerheid daarin. Uiteindelijk inderdaad dus helemaal niks gebeurd. Nog niet eens een kus, helemaal niks. Geen zoen, gewoon alleen maar lekker naast elkaar zitten, een beetje wijn drinken en that's it. Wat op zich natuurlijk best gezellig kan zijn, daar niet van. Maar ja, je snapt wat ik bedoel. Dat was eigenlijk niet wat ik echt wilde. En we hebben nog met ze opgetrokken die vakantie. Maar ja, dit is nou een typisch voorbeeld van hoe je in de friendzone terechtkomt, weet je. Dat is gewoon, dat had uiteindelijk niks te maken met dat zij mij dus niet leuk genoeg vond. Uiteindelijk verandert dan voor haar dat beeld van mij wie ik ben. En blijkbaar had ik dus geen interesse in haar. Dus dan kan ze gewoon vrienden zijn met me. Nou, prima, dat vond ze dan ook best. In ieder geval voor die vakantie, weet je. Daarna hebben we elkaar nooit meer gezien. Maar dat is een typisch voorbeeld, wat natuurlijk ongelooflijk veel mannen gebeurt. En zeker toen ik me dat realiseerde, toen ik na mijn scheiding hiermee aan de slag ging, dacht ik, ik ben niet de enige. Want er is een hele complete markt voor mensen met datingcoaches. En ga YouTube maar eens afzoeken op, typ maar in, vrouwen versieren. Of in het Engels, nog je nog helemaal overspoeld. Er is zoveel content over. Maar het gaat wel vaak over game, over night game en over sets en over het openen van dingen. En het is allemaal wel een beetje niet helemaal mijn stijl. Weet je wel? Mijn basis is altijd best wel introvert geweest. Ondanks dat ik best wel heb geleerd om extrovert te zijn. Maar mijn core business is wel altijd heel erg vanuit mijn introverte persoonlijkheid geweest. Dus ik ben niet van de type die zomaar over straat loopt en iemand van, wat een leuk horloge heb je daar. Hoe laat is het eigenlijk? Dat is niet helemaal mijn stijl. En ik zocht iets wat wel bij mijn stijl past, maar ook wat gewoon echt bij een persoon past. Niet per se mijn stijl, maar wat gewoon bij ieders persoon past. Hoe kan je nou iets leren over vrouwen versieren wat echt vanuit jou komt en niet vanuit trucjes of vanuit technieken en dat soort dingen. En dat was een heel leuk proces, want toen ik dat ontdekte, kwam ik er eigenlijk achter dat het gaat over gelukkig worden. Het gaat helemaal niet over vrouwen versieren, het gaat over gelukkig worden. Want wat wilde ik? Ik wilde gewoon weer gelukkig worden met een vrouw. Maar daar zat een mindswitch in natuurlijk. Want liefde is niet hetgeen waar je gelukkig van wordt. Het is iets wat iets aanvult in je leven waardoor je gelukkiger wordt. Dat kan het vooral zijn. Maar het is niet dat je doordat je een vrouw hebt gelukkig wordt. Want ja, dan maak je je weer afhankelijk van een vrouw. En dat is nou precies niet wat we willen. Oh ja, je hoort het misschien. De buurman besloot precies op dit moment om zijn gordijnen op te hangen. Of iets dergelijks. Dus het kan zijn dat je af en toe een boorgeluid op de achtergrond hoort. Hé, buurman, bedankt hè. Het hele weekend hoor je niks en dan nu precies 1:15 begon hij ermee en ik hoor hem nu weer. Nou ja, so be it. Maar goed, dus ik zocht een manier van hoe kun je nou vrouwen versieren vanuit jezelf. Niet vanuit trucjes, niet vanuit sleazy dingetjes die allemaal dingen aangeven van als je nou dat doet, dan gebeurt er dat. Ik had ooit een video gezien, het was echt te erg voor woorden. Die jongen die legde uit hoe je bij een vrouw haar bovenste knoopje open kan maken zonder dat ze door heeft tijdens het dansen. Serious? Ik bedoel, dat is echt gewoon too much, weet je. Dat is, en dan, wat denk je dan? Dan zeg je, hij is open, nou stop je hand er maar in. Nee, weet je, dat soort dingen, dat kom je overal tegen. En dat past niet bij hoe ik ben en wat ik wil.
En dat heb ik in dit boek beschreven. Ik heb in dit boek beschreven hoe jij als man jezelf kunt ontwikkelen als echte man die in jou zit. En daarmee de meest aantrekkelijke versie wordt van jezelf. En doordat je de meest aantrekkelijke versie wordt van jezelf, ga je dus ook vervolgens mensen aantrekkelijk zijn, zeg maar, voor mensen. En als je dan vervolgens de juiste stappen neemt, de juiste technieken weet, dan komt het allemaal goed. Voor degenen die mij al langer volgen, je weet, het is voor mij een breder pakket geworden, hè, de 5 bronnen van geluk. Maar liefde is daar wel één van de belangrijkste in. Dat is wel gewoon een belangrijk onderdeel. En doordat je daar comfortabel in wordt, omdat je daar dingen over leert, wordt het een grotere comfortzone. Ja, en wat is het als iets in je comfortzone is? Dan snap je het, dan vind je het niet moeilijk, dan is het makkelijk voor je, dan komt het vanzelf en dan is het allemaal niet eng meer. Terwijl als we onzeker zijn, als we het niet zo goed weten wat het is en hoe het werkt, ja, dan worden we onzeker. Ja, en dat helpt natuurlijk weer niet bij versieren van vrouwen. Als jij een onzekere man bent die niet durft aan te spreken of een beetje staat te stamelen of heel erg needy wordt van, oh, ze vindt me leuk, nou dan moet ik... Nee, natuurlijk vind ik dat ook leuk wat jij leuk vindt, natuurlijk. Weet je, maar, dus dat werkt natuurlijk niet. Dus hoe word je nou de zelfverzekerde man die in jou zit door dit boek te lezen? Want daardoor leer ik jou hoe jij zelf jezelf ontwikkelt tot echte man. En ik leer je de technieken om vervolgens de juiste stappen te maken. Om te zorgen dat zo'n verleidingsproces inderdaad goed verloopt. Want het is een proces, dames en heren. Jawel, het is een proces. Het gaat niet zomaar vanzelf. Die klik die je voelt, die gaat niet vanzelf. Die ontstaat omdat er voorwaarden zijn waar we allemaal aan voldoen. Zo simpel is het. Je vindt iemand leuk omdat hij er leuk uitziet. Nou, dat is smaak. Hè? Dat is iets wat je persoonlijke voorkeur heeft. En dat geldt natuurlijk voor vrouwen net zo goed. Wij als mannen zijn vrij visueel ingesteld. Hè? Wij zien vrij snel of we een vrouw leuk vinden of niet. Maar vrouwen hebben dat natuurlijk ook. Die zien ook of een man leuk is of niet. Alleen dat heeft niet alleen met hun uiterlijk te maken. Hè? Dus dat heeft vooral ook te maken met hoe jij als man doet. Of je zelfverzekerd overkomt, of je leiderschap toont, of je initiatief neemt, of je humor hebt. Dat zijn dingen die bij vrouwen vooral belangrijk zijn. Dat is natuurlijk heel generiek, maar dat is in grote lijnen is dat natuurlijk waar de meeste vrouwen voor vallen. Niet per se het uiterlijk. Hoeven niet allemaal eruit te zien als Johnny Depp of als, noem eens een knappe man. Weet je, Tom Cruise, whatever. Dat hoeft niet. Maar het gaat er wel om hoe jij doet. En dat moet je vanuit jezelf kunnen. Dus als jij zeker wordt van jezelf, en dat leer ik je in het boek, dan kun je de stappen nemen die je moet nemen. Nou, heel even kort dan. Ingaan op die 7 stappen. Dat is natuurlijk wel interessant. Wat zijn dan die 7 stappen? Want als het een proces, hoezo is het een proces eigenlijk? Want het gebeurt dan toch gewoon en dat is dan toch gewoon natuurlijk hoe het verloopt? Ja, dat natuurlijk. Het is natuurlijk hoe dat verloopt. Maar het is natuurlijk ook hoe jij als mens daarin staat. Welke acties neem je? Welke dingen doe je of welke dingen doe je niet? En dat zorgt ervoor dat je dingen kunt laten escaleren, zoals we dat dan in datingtermen noemen. Je het kunt laten meenemen van iemand aanspreken tot uiteindelijk daar een relatie mee hebben en vervolgens daar lang en gelukkig mee kunnen leven. Ik zie ondertussen dat er wat meer mensen bijgekomen zijn. Sandra, leuk dat je er bent. Super tof dat jij ook kijkt. Fijn dat jullie allemaal de moeite nemen om live hier naartoe te komen om mijn boek hier wat meer over te gaan leren en te zien van wat het is. Natuurlijk kun je het straks ook kopen. €20 kost het. Het is niet duur. €20 en daarmee is €20 een investering om de rest van je leven te veranderen in positieve manier. Ja, wie wil dat nou eigenlijk niet, toch? Vooral voor mannen natuurlijk. Maar het grappige is, toen ik dit liet proeflezen aan een aantal mensen, daar heb ik ook bewust een aantal dames voor gevraagd om dat te lezen. Een aantal vriendinnen van mij die dit ook gelezen hebben. En ook om te testen, is het inderdaad wel wat daar staat? Hè? Is het waar wat daar staat? Nou, sommige dingen wisten ze zelf niet eens. Nou, handig om te weten dus. En een aantal dingen zeker wat ze als waar benoemen. Wat we vaak als mannen niet eens weten dat dat zo is. Nou, dat zijn de dingen die je dus in dit boek leert. Leuk voorbeeld is wat veel vrouwen niet weten, en mannen trouwens ook niet, is dat de vrouw de eerste stap maakt. Het is niet de man die als eerste het initiatief neemt om iemand aan te spreken. Nee, het is de vrouw die non-verbaal de signalen uitstuurt de wereld in. Benader mij, ik vind jou leuk, ik vind jou interessant. Kom maar naar mij toe en kom mij maar aanspreken. En dat terwijl wij als mannen vaak denken, ja, maar ik moet als eerste een vrouw aanspreken. En dat vind ik heel eng, want dat durf ik niet. Nou, als jij dus die signalen leert herkennen die zij afgeeft, die non-verbale signalen, hoe ze zich leuk maakt voor jou, zodat ze interessant wordt voor jou, dan leer je die signalen lezen. En dan heb je dus eigenlijk altijd beet, zullen we maar zeggen, om even zo te noemen. Je wordt niet afgewezen omdat ze je heeft gevraagd.
naar je toe te komen. Met non-verbale signalen, dus lichaamstaal, vooral lichaamstaal. Oogcontact, hoe ze zichzelf neerzet, wat ze doet, hoe ze zich gedraagt. Nou, de technieken zelf, ik beschrijf ze in het boek, want het is belangrijk dat jij als man dat gaat leren herkennen. Want daardoor is je kans van slagen gewoon veel groter. Daardoor heb je veel minder dat mensen, dat vrouwen je afwijzen. Kan natuurlijk altijd nog, hè, want ja, uiteindelijk gaat het om leren kennen en misschien valt het wel tegen. Ben jij niet de man die zij zoekt? Maar de eerste afwijzing van wie ben jij en wat doe je hier en waarom, dat komt daarmee eigenlijk te vervallen. Dus mannen die aanspreekangst hebben, leer ik vooral hoe kom je tot het punt dat je vrouwen kunt herkennen wat ze doen en waarom ze je uitnodigen. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi begin. Dus het eerste, het aanspreken, dat is de eerste stap. Hè? Ik heb hem hier mooi in het hoofdstuk, natuurlijk in hoofdstukken verdeeld. Ze staan er allemaal. De 7 stappen. Dus de eerste stap is de voorbereiding en haar signalen leren kennen. Voorbereiding is een stukje van, ja, hoe gedraag je je nou eigenlijk als man? Hoe zie je eruit? Wat voor stijl heb je? Wat is nou jouw sterke punten in het leven? Waar sta jij voor? Wie ben jij eigenlijk? Dus dat is vooral die eerste stap. Dat is ook het langste hoofdstuk zo'n beetje, want daar gaan we vrij diep op in om jou als man natuurlijk klaar te maken om die eerste stappen te gaan zetten. Tweede stap is dan inderdaad het aanspreken van die vrouw. Het aanspreken van die supermooie, leuke, lieve, mooie vrouw die je daar ziet staan. En je denkt, oh, wat dan? Hoe dan? Hoe moet ik nou een vrouw aanspreken? Nou, er staan geen trucjes in. Hè? Dus het is niet dat je een hele rits met allemaal openingszinnen van mij krijgt. Want openingszinnen is helemaal niet interessant, joh. Een openingszin is echt zo overrated. Het kan grappig zijn, weet je. Als je een beetje lef hebt, dan kun je natuurlijk echt een bold ding maken. Als leuk voorbeeld. Het staat in het boek. En dat is heel grappig. Ik was met vrienden op stap. En in Utrecht. En er was er eentje die... We deden zo'n soort van spel van vrouwen versieren en vrouwen aanspreken. En er was een openingszin die zij heel graag wilde dat ik die vertelde. En de openingszin was: jij hebt echt het lijf van een pornoactrice. Ben je het ook? Dus ik was de lul die het mocht gaan uitproberen. Dus nou ja, er stond daar een hele leuke vrouw met 2 vriendinnen erbij. En ik loop daar naartoe, ik tik er op de schouder en ik fluister zo in de oor: je hebt echt een lijf van een pornoactrice, weet je dat? Ben je dat ook? En zij keek me echt aan van: Wat zegt die nou? En ze begint echt keihard te lachen. Ze zegt, nou, bedankt, denk ik. Maar nee, ik ben geen pornoactrice, maar dank je wel. En op dat moment kijken haar vrienden natuurlijk ook van, wat is daar gebeurd? Wat heeft die gast te zeggen? Dat ze in één keer zo in een scheur ligt, om wat dan ook. Dus zij vertelde en die kijken echt, nee, dat heeft hij niet gezegd. Weet je. Ja. Dus ik zeg, nou, weet je, het was even een geintje natuurlijk dit, maar geef me even je nummer. Dan lijkt me leuk om met elkaar nog even een keertje een kopje thee te drinken. Dus ze geeft me haar nummer. Ik loop weer naar mijn vrienden. Die natuurlijk hoopten dat ik een flinke klap om oren zou krijgen van haar. Maar goed, weet je. Dus ja, openingszinnen kunnen werken. Dat is natuurlijk prima. Maar het is geen magic. Het is niet dat de manier is. Want het enige wat je hoeft te doen als je een vrouw aanspreekt, is zeggen: hoi, that's it. Of je stelt je voor: hi, ik ben Maurice. Maar dat is het. Dan is het gesprek geopend. Dan heb je iemand aangesproken. Dus het aanspreken is... En dat hoofdstuk gaat ook vooral over hoe kom je van die aanspreekangst af. Wat is afwijzing en dat soort dingen. Ja, afwijzen, dat doen we natuurlijk vooral in ons eigen hoofd. Want hoe kan iemand jou afwijzen als ze je niet eens kent? Ik bedoel, dan heet het eigenlijk alleen maar feedback. Geen afwijzing. Dus het aanspreken van een aantrekkelijke vrouw is daarmee eigenlijk helemaal niet ingewikkeld meer. En kun je dat dus altijd en overal, als je een leuke vrouw ziet, weet je wat je moet doen om haar aan te spreken. Maar dan komt stap 3. Want dan heb je gezegd hoi, maar daar stopt het natuurlijk niet. Je moet iemand ook dan vervolgens wel entertainen. Althans, je moet een leuk gesprek kunnen voeren. Dus stap 3 is dan ook het leuk gesprek voeren met een mooie vrouw. Hoe doe je dat nou? Hoe doe je nou een leuk gesprek voeren? Wat maakt nou een gesprek een leuk gesprek? Ja, daar zijn ook boeken over volgeschreven. Nou, ik geef je in dit boek geef ik je de belangrijkste tips mee eigenlijk, hoe jij kunt zorgen dat je een leuk gesprek kunt hebben. En een aantal van die dingen is natuurlijk nieuwsgierig zijn. Dat is gewoon een basisvoorwaarde voor jezelf. Als jij nieuwsgierig bent naar de ander, dan wordt het altijd een leuk gesprek. Want dan ben je geïnteresseerd in de ander. Dat vindt de ander dan weer leuk. Weet je, we praten graag over onszelf. Ik doe nu niet anders. En dat vinden we leuk. We praten graag over onszelf. En vrouwen zijn daar geen uitzondering op. Dus vraag vooral naar hun, naar wat ze bezighoudt. Wat ze het leven
willen bereiken, wat ze willen doen. En vermijd vooral de onderwerpen over werk en over moeilijkheden en over problemen en dat soort dingen. Want het moet natuurlijk wel een leuk gesprek zijn. Je bent niet de therapeut, weet je. Dus je moet een leuk gesprek hebben. En je moet een soort van vriendschappelijke band gaan opbouwen. Maar dan moet je oppassen dat het niet daarbij blijft. Want je moet haar uiteindelijk, en dat is dan stap 4, wel overtuigen dat jij een aantrekkelijke man bent. En dat overtuigen, dat doe je dus vooral door jouw gedrag. Hoe luister je? Hoe sta je? Hoe gedraag je je? En het is zo leuk om te zien, als je dit soort dingen weet. Weet je, als je dan vervolgens naar de kroeg gaat, je gaat uit en je ziet mannen aan het werk, dan zie je het echt zo goed wat ze dan niet goed doen. Omdat ze dit boek niet gelezen hebben natuurlijk. Dus ik denk dat ik gewoon een stapeltje boek onder mijn arm neem de volgende keer als ik naar de kroeg ga. Maar je ziet gewoon wat er gebeurt. En je ziet ook vervolgens wat dat met die vrouw doet. Hoe die vrouw dan eigenlijk op een gegeven moment in eerste instantie zoiets van uit beleefdheid nog een beetje blijft hangen. Maar op een gegeven moment toch ook wel weer haar eigen pad zoekt. Of het non-verbale signaal naar haar vrienden stuurt van red mij. En dat vrouwen zijn daar zo goed in. Vrouwen zijn zo subtiel in het geven van signalen. Ook naar elkaar toe. Dat is echt fantastisch om dat te zien. Ik zou willen dat wij dat als mannen ook zo makkelijk zouden kunnen. Dus haar overtuigen dat je geschikt bent zit hem vooral in aandacht hebben voor haar details. Dat is het, hoe je verhalen kunt vertellen, hoe je krachtig dat kunt gebruiken voor jezelf om ook jouw verhaal goed te vertellen, waardoor het een interessant verhaal wordt voor iemand anders. Als iemand tegen jou zegt, wat doe jij voor werk? En je zegt, ja, ik ben boekhouder. Ja, die klinkt niet echt heel erg interessant, zeg maar. Even los van of het werk boekhouden interessant is. Waarschijnlijk als jij boekhouder bent, vind je het ongelooflijk interessant. Maar de ander zegt dat niks. Zeker als hij geen boekhouder is, weet je wel. Dus als je dat nou eens anders framed, als je dat anders verwoordt, als je dat anders vormgeeft en een ander verhaal ervan maakt. Als je nou bijvoorbeeld zegt, nou, ik zorg ervoor dat alle financiële afhandelingen binnen ons bedrijf volledig goed uitgevoerd worden en dat de mensen op tijd hun geld krijgen. Dan in één keer wordt duidelijk, jij helpt mensen om hun geld te krijgen. Jij helpt dat bedrijf om financieel gezond te blijven. Hey, dat is een interessant verhaal. Dan wordt het opeens een heel ander gesprek wat je met elkaar hebt natuurlijk. Nou, dat zijn de dingen die je kunt doen om jezelf aantrekkelijk te maken. En dat is ook jezelf laten zien. Wie ben jij, waar sta je voor? Zeg ja wanneer je ja bedoelt en zeg nee wanneer je nee bedoelt. En zeg geen ja, omdat je denkt dat zij dat misschien wel leuker vindt. Want dat weet je helemaal niet, je kent haar niet. Dus heeft ook helemaal geen zin om dat op die manier te doen. Maar het is wel een valkuil waar heel veel mannen, zoals ik vroeger ook, gewoon vol invallen. Want je wil zijn zoals, je wil de afhankelijkheid. Je bent afhankelijk van de uitkomst van het gesprek. Dat is wat er mis zit in je kop. Want je bent bezig omdat zij jou maar leuk vindt. En als je alleen maar bezig bent om in te vullen voor haar wat jij denkt dat zij leuk vindt, ja, dat is kansloos natuurlijk. Het klinkt zo logisch, weet je, maar het is wel wat we heel veel doen. En zeker heel veel mannen die dit niet goed geleerd hebben of nooit de tijd of moeite genomen hebben om het te leren. Oké, dus haar overtuigen dat je geschikt voor haar bent. Dat is die stap 4. En dan is stap 5 een hele interessante. En dat is namelijk, want dan kan het nog zo zijn dat ze je interessant vindt, maar als je het daarbij laat, gebeurt er nog niks. Beland je nog in die friendzone. Is het nog dat ze zeggen, ja, weet je, ik kan zo lekker met je praten. Het voelt zo goed. Ik ben een echte vriend voor me. Ze bedoelt eigenlijk, je bent een echte goede vriendin voor me. Snap je? En dat wil je dus niet dan. Tenzij je dat wilt, prima. Ik heb zat vrouwen die gewoon goede vrienden van me zijn. Maar daar zit dan verder ook niks achter. Van beide kanten uit niet. En dat is belangrijk. Het moet van beide kanten uit zijn. Dus het stap 5 is het escaleren naar een seksueel kader. En het escaleren naar een seksueel kader wil zeggen dat je het zo framed dat zij doorkrijgt. Hé, ja, het is een leuke man, het is een interessante man. En hij is ook geïnteresseerd in mij, maar niet alleen om vrienden te zijn. Misschien zit er wel meer in. Daarom is het belangrijk dat je vooral op zoek gaat naar single vrouwen. En dat is het hele traject daarvoor. Is dat allemaal iets wat je daarin hoort te ontdekken, dat je merkt van oké, deze is inderdaad beschikbaar. Er staat een hoofdstukje in over vrouwen die niet beschikbaar zijn, want ik ben zelf ook in die valkuil gestapt. Want ja, als het werkt en mensen staan ervoor open, dan kan dat gebeuren. Dan heb je in één keer een relatie met iemand die al in een relatie zit. En even heel tussen ons gezegd, dat is vraag om problemen, want het is altijd natuurlijk drama. En dat is natuurlijk vervelend, want het is wel echt, weet je. Je hebt wel echt iets met elkaar, maar het kan niet. Dus de balans is uit balans. De weegschaal van balans is er niet. Dus is iemand beschikbaar en kan het helemaal volledig, go for it. Weet je? Dat is iets waar je absoluut op moet letten. Maar het escaleren naar het seksuele kader is belangrijk dat zij doorkrijgt dat jij seksueel ook aantrekkelijk bent voor haar. En jij haar ook aantrekkelijk vindt daarin. En aanraking is daar een hele belangrijke in. Aanraken, dat doen we alleen maar met mensen die we vertrouwen. Snap je? En seks is aanraken. Best wel, zeg maar. Dus als jij nooit iemand aanraakt,
hoe kan ze dan ooit seksueel iets met jou gaan willen doen? Het idee van, hè, je ziet het in die romcoms, zie je dat natuurlijk regelmatig. Het is een mooi verhaal, een jongen en een meisje en die leren elkaar kennen. En dan zijn ze uit geweest, hebben ze heel veel lol gehad. Er is geen aanraking geweest, er is geen kus geweest, helemaal niks. En dan loopt hij mee met haar naar huis. En dan voor de deur, dan wil hij graag dat ze gaan zoenen. Hoe gaat ze met jou zoenen als ze überhaupt nog niet eens je arm heeft vastgehouden? Kun je echt vergeten, dat gaat gewoon echt niet gebeuren. In grosso modo natuurlijk, hè. Er zijn altijd uitzonderingen, maar in principe gebeurt dat niet. En dat is omdat je het moet opbouwen. En dat opbouwen, dat is een proces wat ik ook hierin beschrijf. Zijn vier stappen, vier gebieden op ons lijf, zeg maar, waar je van... Ja, is de buurman weer. Als je net inschakelt, de buurman is aan het verbouwen, denk ik. Maar goed, dus het aanraken begint van het aanraken wat makkelijk is, wat iedereen wel accepteert. Een tik op je schouder van iemand aandacht vragen, weet je, dat soort dingen. Tot het daadwerkelijk opbouwen naar die zoen of naar seksueel een leuk avontuur met elkaar. Maar dan komt stap 6. Want alleen het seksuele kader is leuk en aardig, interessant. Moet je ook echt wel kunnen, zeg maar. Dat is wel een belangrijke stap. Maar je moet haar wel verleiden met je charme. En wat bedoel ik daarmee? Het verleiden met je charme betekent dat jij laat zien dat je de man bent die haar aan kan. Dat betekent dat jij een man bent die haar kan leiden in de dingen die zij wil. En het is niet bedoeld om vrouwen naar beneden te brengen, maar we hebben als man en vrouw nou eenmaal onze basisdingen in ons zitten. Onze mannelijke energie en onze vrouwelijke energie. En de mannelijke energie is over het algemeen veel meer die leidende rol hebben. En een aardige techniek daarin is bijvoorbeeld als je je een vraag wilt stellen, dan stellen vrouwen en mannen trouwens ook, hoor, dat gebeurt overal, zeker als je je daar niet bewust van bent. Stel dat ik ben met een vrouw uit en ik wil graag dat we even apart ergens gaan staan en dat zij weg is van haar vrienden, van haar vriendinnen of zo. Dan kan ik natuurlijk vragen, zullen we even daarheen gaan? Maar eigenlijk leg ik daarbij de verantwoordelijkheid bij haar. Want het is dus aan haar om te zeggen, nou ja, dat is goed. Of ja, nee, ik blijf liever hier bij mijn vriendinnen. Terwijl als ik haar hand pak, ik zeg, kom, we gaan even die kant op. En ik neem haar gewoon mee. Dan is zij veel eerder geneigd om daarin mee te gaan. Omdat ze die leiding dan kan volgen. Ze kan nog steeds beslissen, nee, ik wil dat niet. En dan blijft ze staan en dan laat ze de hand. Ik bedoel, dat maakt ze echt wel duidelijk. En dus als een vrouw dat echt niet wil, dan toont ze dat. Vrouwen zijn tegenwoordig mannelijk genoeg in die zin om voor zichzelf haar mannetje te staan. Dus het is veel meer die vragende manier of initiatief nemende manier. Nou, dat zijn allemaal van die verschillen in hoe je dingen aan kunt pakken. En als je daar nooit bewust van wordt, dan doe je dat dus niet. Dan doe je dat onbewust, want het is natuurlijk beleefd om iemand te vragen, zullen we dan even daarheen gaan? Maar eigenlijk is dat de verantwoordelijkheid bij iemand anders neerleggen dan bij jezelf. En geef je dus eigenlijk niet echt datgene wat je zelf te bieden hebt. Nou, dat is het stukje haar charme, of jouw charme gebruiken om haar te verleiden, om die zesde stap te doen. En als je dat allemaal goed doet, dan bouw je met elkaar een relatie op. Dan blijft het niet bij die ene nacht of bij die ene keer. Dan blijft het langer. Dan ga je elkaar vaker zien. En ga je dus een relatie opbouwen. En kom je dus uiteindelijk bij stap 7, en dat is een interessant hoofdstuk. Dat gaat over haar behouden zolang je wilt. En nogmaals, ik heb dit gegeven vanuit het perspectief van een man. He, dus dat jij als vrouw dat natuurlijk ook je stem in hebt, uiteraard, natuurlijk. Maar even gezien vanuit het perspectief van de man, die moet ook kunnen doen en die moet dingen kunnen doen waardoor die haar ook kan behouden. Want het is afhankelijk van hoe hij zich gedraagt of die vrouw wel bij hem wil blijven. Vreemdgaan gebeurt ongeveer 50% in de relaties. Ja, 50%. Van de mensen gaan vreemd. En dat is niet alleen mannen, en voor 80% mannen en 20% vrouwen. Nee, dat is 50% mannen, 50% vrouwen. Dat ligt ongeveer op het gelijke niveau. Dat was 50 jaar geleden was dat anders. Maar goed, er waren vrouwen veel meer afhankelijk van zo'n relatie met zo'n man. Terwijl nu kunnen ze veel meer hun eigen boontjes doppen. Weet je. Veel vrouwen zijn veel zelfstandiger dan toen. Dus je ziet ook dat daarin veel meer vrijheid ontstaat om je eigen gang te gaan. Als hij niet meer voldoet aan wat jij wil, dan ga je dat ergens anders zoeken. En je ziet bij heel veel relaties, en dat is in mijn geval ook geweest, dat vrouwen in dat geval vaak het gevoel hebben van, bij jou kan ik weer echt mezelf en een echte vrouw zijn. Want anders ben ik gewoon maar de moeder van, of ik ben alleen maar de vrouw van. Het is allemaal zo vanzelfsprekend. Terwijl bij jou is het spannend en leuk en je laat me dan voelen als een echte vrouw. En dat is denk ik een heel mooi compliment als je dat krijgt, als man zijnde, zeg maar. Maar goed, het is voor zo'n situatie natuurlijk best wel vervelend en sneu voor iemand dat zo is. Dat zo iemand
dat zo'n vrouw dat zo moet voelen bij een ander, zeg maar. Dus als jij man dat blijft creëren voor jouw eigen vrouw, dan heeft ze ook helemaal geen reden om weg te gaan. En daar komt jaloezie natuurlijk ook vandaan, hè? Want jaloezie heeft eigenlijk te maken met dat stukje onzekerheid, dat je dat niet kunt, dat je daar niet voldoende in meedraagt, in bijdraagt. En dat zijn de dingen die ik dan in stap 7 beschrijf. Dus ook zeker als je een relatie hebt, is dit boek nog steeds van belang. Want weet je wat grappig is? Ik bedoel, als ik mijn sleutels kwijt ben en ik ga zoeken naar mijn sleutels, dan heb ik ze op een gegeven moment gevonden en dan heb ik ze. Klaar, dan ben ik klaar met zoeken. Maar met de liefde is dat niet zo. Liefde blijf je altijd zoeken. Altijd, elke dag. Ook al zit je al 35 jaar met dezelfde man of vrouw op de bank, dan blijf je naar dat gevoel van liefde zoeken met elkaar. Want als je dat niet meer doet, als die communicatie stopt, als die samenwerking daarin stopt, dan stopt het dus. And trust me, I know what I'm talking about. Weet je, dat was bij mij ook het geval. Dat onderdeel, dat stopte. En doordat dat stopt, raak je van elkaar verdwenen. En dan krijg je dingen als, ja, we zijn eigenlijk uit elkaar gegroeid. We waren meer broer en zus die samenwoonden. Maar dat soort dingen. Dus die passie die moet er zijn, die nieuwsgierigheid moet er blijven. Dat gevoel van, jij bent voor mij de vrouw van mijn leven en ik ga daarvoor. En dat betekent ook dat ik mijn eigen ding moet kunnen doen. Want ik moet natuurlijk niet, zeg maar, vastzitten in die relatie. Ik moet ook mijn eigen vrijheid hebben, net zo goed als zij haar eigen vrijheid mag hebben. En het respect naar elkaar en dat soort dingen. Dus dat wordt allemaal beschreven in hoofdstuk 7. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat in dit hele verhaal naar voren komt. Je moet jezelf leren zijn en dat moet je zodanig kunnen zijn dat je ook daadwerkelijk de ruimte krijgt om voor de ander daar te zijn. En dat de ander dat ook vervolgens bij jou doet. Nou, dat nogmaals. Je leert het allemaal in dit boek. Ik zal hem even hier op de standaard, kun je hem even zien. Vrouwen versieren, kun je leren. Ja, inderdaad, dat kan. En het is het boek wat elke man geschreven moet hebben. Dat is ook een van de opmerkingen die ik kreeg van een van die vrouwen die dat gelezen had. Een goede vriendin van mij. En die zei dat ook. Van, ja, maar dit is echt gewoon een goed boek. Je moet dit gaan uitgeven. Want dit is een boek wat elke man gelezen zou moeten hebben. Want zeker als je kijkt als vrouw zijnde, je weet hoe dit gaat. Je weet hoe het is om in de kroeg te staan en door al die kerels benaderd te worden. En als man weet je ook hoe dat is en hoe moeilijk dat soms is. Maar het is wel waar het om gaat. Als jij leert om jezelf te zijn en dat vervolgens goed kan doen bij die vrouw, dan heb je daar altijd profijt van. En niet alleen voor jezelf en voor jouw vrouw, maar voor alles in wat je doet. Want je wordt zekerder van jezelf, je wordt veel meer zelfverzekerd om de dingen überhaupt te doen wat jij wilt. Want daar kom ik achter. Op het moment dat je dit kunt. Toen ik dit leerde, zeg maar, toen merkte ik van, hé, maar in al mijn andere gebieden van mijn 5 bronnen van geluk, daar bouw ik ook aan. Nee, nog, als je dit niet weet, 5 bronnen van geluk die ik gecreëerd heb, althans die ik heb ontdekt, die iedereen kan gebruiken om zijn eigen geluk te maken, is bron nummer 1 de liefde, bron nummer 2 connectie maken via communicatie. Het communiceren is die connectie creëren. De derde is je mannelijke en je vrouwelijke energie creëren en bepalen en weten waar jij zit als man of als vrouw en dat, hoe je dat kunt gebruiken. De vierde bron is je persoonlijke ontwikkeling, dus het blijven leren. Alles groeit in de natuur, dus jij moet ook blijven groeien. Niet alleen fysiek blijven groeien, maar ook daar blijven groeien, want dan loop je nooit meer achter. En bron nummer 5 is het hebben van balans in je leven, het zoeken naar de balans in je leven, want alles in de natuur is in balans. Zoekt altijd naar balans en dat hebben wij zelf ook. Adem in, adem uit. Ziek zijn, gezond zijn. Er zitten zoveel elementen in ons die ook op zoek zijn naar balans. En je kent dat ook wel van, hey, mijn werk-privé balans is niet op orde. Mijn work-life balance is niet goed. Dat soort opmerkingen. Dus balans is ook een belangrijke. Nou, die 5 bronnen, daar is dit een belangrijke in. Want liefde is iets waar we naar craven, zoals we dat zo mooi in het Engels zeggen. Dat is iets wat we allemaal zoeken. Nou, en dat heb ik willen verwoorden in mijn weg, mijn stappen die ik heb geleerd om als eigen man zelfverzekerd te kunnen zijn, om te snappen hoe het proces werkt en daar vervolgens mee aan de gang gegaan met elke vrouw die ik ontmoet, die ik leuk genoeg vind om bij me te hebben. En dan merk je dat het in één keer, als je dat goed beheerst, niet meer een trucje is of technieken en dat ze denken, ah, maar je doet hier gewoon allemaal dingen, je bent aan het manipuleren. Dat is niet zo. Je bent bezig met sturen, je bent bezig met het begeleiden van iemand in dat proces. En dat doe je samen. Weet je, als zij afhaakt, dan haakt ze af. Dat gebeurt zat. Ik bedoel, man, ik ben in mijn leven zo vaak afgewezen, dat wil je echt niet weten. Ik weet nog heel goed, ik stond in een kroeg en ik stond daar, ik zag daar een groepje meiden staan en ze zaten met je aan de bar. Dus ik ga bij een van die meiden staan en nou, knoop een gesprekje aan. Hartstikke gezellig, zij een beetje schaapachtig meelachen en zo. De echte connectie was er nog niet, zeg maar. En dan komt een gozer aan, die slaat zijn arm om haar heen en die zegt, hey, Truusje, is die gozer je aan het versieren?
En ik stond erbij, hè. En zei je, ja, ik geloof het wel. Ja, nou ja, weet je, dan wil je natuurlijk alleen maar één ding. En dat is keihard door de grond zakken en daar niet meer zijn, zeg maar. Dus weet je, ik heb zo vaak gefaald. Ik ben zo vaak op mijn bek gegaan. Ik ben zo vaak afgewezen. Maar dat is niet erg. Want afwijzen, falen, dat is alleen maar een leerproces. En daar word je alleen maar weer beter van. Dus dat is alleen maar feedback die je krijgt voor de volgende keer. Om het anders te doen. Om daar voor jezelf van te leren. Dus het is een proces wat absoluut de moeite waard is. Want het is zo tof om te doen. Het is zo leuk om met mensen samen te werken. Om samen zo'n procesje in te gaan met elkaar. En te kijken van waar loopt dit? En daar zijn interessante er zijn heel veel interessante verhalen uit voortgekomen. Er zijn ook relaties uitgekomen. Die hebben niet stand gehouden. Maar dat geeft niet. Weet je? Je bent even met elkaar onderweg om te kijken of je met elkaar op weg kan. En dan word je vanzelf ook veel kritischer. Je wordt heel kritisch ik word heel kritisch daardoor. Wie wil ik wel en wie wil ik niet in mijn leven? En dat geldt niet eens voor vrouwen alleen. Dat geldt ook voor mannen en voor iedereen. Welke mensen wil ik graag in mijn leven en daar leuke dingen mee doen? En daarmee creëer je natuurlijk vooral ook je eigen geluk. Dus daar is dit een belangrijk onderdeel in. Dus het leren versieren van vrouwen. Elke man moet dit boek gelezen hebben. Het is te koop via bol.com. Je kan het ook bestellen via mijn eigen site. Mauricezondag.nl, daar zie je dat ook onder publicatie staan. Maar eigenlijk dat was eigenlijk zo'n beetje het verhaal wat ik wilde vertellen. Het is nog een heel verhaal geworden. We zijn al een goede 40 minuten onderweg. Super tof dat jullie er nog steeds zijn. En natuurlijk is het leuk dat je hier überhaupt hier bent. Als je nou vragen hebt, ik kan niet goed zien welke vragen er zijn. Maar als je vragen hebt, typ ze dan even in en dan kijk ik er even naar. Anders dan gaan we even naar het volgende onderdeel. Het volgende onderdeel is namelijk jouw beloning dat je hier bent. Niet alleen het toffe verhaal wat ik je net verteld heb, dat hoop ik tenminste, dat het je geïnspireerd heeft om inderdaad daar meer in te doen, om meer te begrijpen. Ook al heb je al een relatie, dat geeft niet. Nogmaals, het gaat om leren van relaties. Het gaat over leren over hoe vrouwen denken. Want dat is zo anders dan dat wij mannen denken. Die zitten op zo'n andere manier in elkaar, zijn zo anders geprogrammeerd, zeg maar. Dus het is super belangrijk dat je daarbij ook kijkt. Ik zie nog weer mensen erbij komen. Super tof dat je er bent. Henri zie ik. Leuk. Dus het leren over hoe vrouwen denken en hoe vrouwen doen, dat is zo belangrijk. En dat leer ik je allemaal in deze 7 stappen in het boek. €20 bij bol.com. En omdat jij hier bent, omdat jij nu aan het kijken bent, omdat je dit punt op de video aanbeland bent. En voor degenen die net inschakelen, super tof dat je er bent. Je valt meteen met je neus in de prijzen, want ik heb namelijk een extraatje voor je. Normaal gesproken op een boekpresentatie, dan kan het natuurlijk zijn dat jij, dan zit daar iemand op een gegeven moment, die had ook zo'n verhaaltje en dan gaan we nu even een hapje en een drankje doen. Nou, neem gerust even wat te drinken erbij, zou ik zeggen. Ik heb hier zelf ook mijn drinken staan, dus ik neem even een slokje. Maar dan heb ik zo iets leuks voor je. Namelijk, wat ik gedaan heb, is een pagina gemaakt op mijn website, mauricezondag.nl. En als je daar zo meteen naartoe gaat, dan krijg je van mij 2 dingen. 1 is, je krijgt een exclusieve video, de videoweergave te zien van een evenement wat ik vorig jaar gedaan heb, of wat we met het team vorig jaar gedaan hebben in Nootdorp. En dat was een evenement dat heette The Irresistible You. Ignite the Irresistible You. En Ignite the Irresistible You gaat over hoe krijg je nou de beste versie van jezelf, en zeker als man zijnde. En dat heb ik voor een gedeelte opgenomen en dat staat online. Is niet ergens anders te zien. Niemand heeft dit gezien, behalve als ze daar voor dokken om dat programma mee te doen. Maar in dit geval wil ik het jou cadeau doen. Het is een video van ongeveer 75 minuten, waar we echt de diepte ingaan over verschillende onderwerpen. En dat is gratis voor jou. Als dankjewel dat je hier bent. Je hebt er nog niks voor hoeven doen, behalve je tijd hebben besteden aan dit. En dat vind ik super tof. Dus dat krijg je sowieso. Dat adres geef ik je zo even door. Want het tweede ding wat je daar kunt krijgen is namelijk de signeersessie. Want ja, een online boekpresentatie is helemaal leuk en aardig. Maar normaal gesproken heb ik een stapel boekjes liggen en dan kun ik signeren. Ja, alsjeblieft, €20, dankjewel, hey, veel plezier, fijn dat je er bent. Maar dat gaat niet natuurlijk hier op deze manier. Dus doen we dat ook online. Gaan we dat ook online doen. Er zit een speciale knop en als je aanklikt, dan kun jij een gesigneerd boek bestellen. Hoe cool is dat? Dus je bestelt dit boek gesigneerd bij mij. Je vult een formuliertje in. Dan zet je even wie je bent, je adres en dat soort dingen. Want ik moet hem natuurlijk naar je toesturen. Op het moment dat jij hem dan vervolgens besteld hebt. En je kan ook zeggen, stel dat je zegt, nou, ik wil hem graag opdragen aan mijn moeder. Of aan een goede vriend van me of wat dan ook. Dan kan dat. Kun je dat even in dat formuliertje aangeven.
stuur door, dan heb ik dat mailtje van jou ontvangen. En dan stuurt mijn team jou even een betalingje toe via, via Tikkie, zodat je makkelijk kunt betalen. Kun je dat meteen regelen. Op het moment dat ik dat binnen heb, kunnen we het boek bestellen. Want ja, ik moet ze ook bestellen bij de drukker. Hè. Dat gaat niet vanzelf. Dus ik heb geen boekenkast vol staan met 5000 boeken. De buurman is er weer. Fijn dat hij ook even meedenkt, zo vlak aan het einde van deze sessie. Maar dan kun je dus op die manier een boek bestellen. En dan signeer ik hem voor je. Ik stuur hem naar jou toe, want je hebt je adres opgegeven in het formuliertje. Dus ik signeer hem voor je. Stuur hem toe, zet er een persoonlijke boodschap toe. En jij krijgt hem van mij toegestuurd. Dus ga naar www.mauricezondag.nl. / boeklancering. mauricezondag.nl/boeklancering. Daar vind je dus de gratis video van 75 minuten over, als een weergave van het evenement wat we toen gedaan hebben. Die seminar die we toen gedaan hebben. Super tof was dat. Dat hebben we in Nooddorp gedaan. Super toffe reacties van de mensen in de zaal. Iedereen zat echt vol erin en dacht mee en discussieerde mee en zo. Heel tof dat we dat hebben gedaan. Eigenlijk ook was een bucketlist dingetje, zeg maar. En daar zou ik graag nog meer van dat soort dingen willen doen. Maar goed, dat hebben we vorig jaar gedaan. En daar hebben we dus deze videoregistratie van gemaakt. Dus die is voor jou gratis en voor niks kun je die bekijken. En daar misschien ook nog wel dingen van opsteken. Bovendien, als je het boek bestelt, dat is wel aardig, hè. Dan staat er in het boek een link. En in het boek staat dan een link naar nog extra videocontent. Hoe cool is dat? Ik heb in de afgelopen jaren verschillende programma's gemaakt, verschillende videoprogramma's gemaakt, trainingen gemaakt over hoe je vrouw moet versieren. Er zijn allemaal masterclasses, video's van 40 minuten, een uur, soms zelfs langer. Die gaan over dit gedeelte en hoe ik daar in detail verder in ga. Over bijvoorbeeld de 7 mindsets die je als man moet hebben om een aantrekkelijke man te zijn. Want dat zit vaak gewoon hier, hè. Het zijn hoe we nadenken over dingen, hoe we in het leven staan. Die leer je ook. Dus in het boek staat een link naar een pagina en daar staan 8 video's staan daar genoemd. Zeg ik het goed? 6 video's. 6 video's staan daar genoemd. En in die 6 video's daar leer je dus nog veel meer over vrouwen verleiden, over de goede mindset hebben, over het vinden van je eigen geluk, over hoe je relatie goed kunt laten slagen, hoe je samen oud kunt worden en dat soort dingen. Dus, koop het boek. Dat is punt 1. €20. Voor €20 investering in je leven. Het is denk ik de laagste investering die je kunt doen in het bouwen van jouw eigen succes, in jouw eigen leven en jouw eigen geluk. En dus niet alleen met vrouwen. Want nogmaals, dit boek gaat inderdaad over hoe je leert vrouwen versieren, maar dan wel vanuit jouzelf. En niet welke trucjes en welke openingszinnen en dat soort dingen. Het gaat over hoe sterk word jij als man. Waar ligt jouw kracht en hoe kun je dat gaan inzetten om een aantrekkelijke man te zijn voor zoveel vrouwen en alle vrouwen die jij leuk vindt. En het leuke is, vrouwen worden daarmee volledig van hun voetstuk gehaald. Want geen enkele vrouw is hiermee dus meer out of your league. Want ze zijn allemaal op zoek naar leuke mannen. Leuke mannen zoals jij. En als jij dit kunt, dan ik zie dat Joke nog binnenkomt. Fijn dat je er bent, Joke. Leuk. We zijn bijna klaar, dus je pakt het staartje mee. Maar je kan natuurlijk de video straks helemaal terugkijken. Maar je leert jezelf zijn. En je leert zodanig jezelf zijn dat je de beste versie van jezelf naar boven haalt. En dat vervolgens kunt uitstralen naar de wereld. En ik geef je 1 garantie. Als jou dat lukt, dan ben jij een aantrekkelijke man. En dan het leuke is dat je ook dan een aantrekkelijke man wordt voor de vrouwen die jij leuk vindt. Want dat straal je naar elkaar uit. Dat is gewoon hoe energie met elkaar werkt. Weet je, dan word jij een aantrekkelijke man voor de vrouwen die jij ook leuk vindt. En dus zijn er geen vrouwen meer out of your league. He, dat verhaal van Frankrijk wat ik vertelde, dat we daar in dat tentje zaten met die 3 leuke meiden. Zij was voor mij echt way out of my league. Maar dat is niet meer zo. Weet je, ik heb vrouwen gedate die modellenwerk deden en dat soort dingen. Echt de mooiste vrouwen, 9's en de 10's, die wereldwijd worden gezien als de mooie vrouwen, zeg maar. Nou, dat is gewoon super tof dat jij dus daarmee dat kunt leren. Je kunt het leren. Het is geen skill waarmee je geboren moet zijn. Sommige mensen kunnen dat. Mozart kon een symfonie schrijven toen hij 5 was. Maar dat is heel knap van hem, maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. En toch zijn er heel veel mensen die wel heel goed piano hebben leren spelen. Of toen ze nog jong waren, of toen ze al ouder waren. En dat is hoe dit ook werkt. In 20 uur kun je alles leren. Dat is een mooie stelregel die ik geleerd heb van een van die mooie vrouwen. In 20 uur kun je eigenlijk altijd alles leren. Het gaat niet over de 10.000 uren regel. Het gaat er niet over dat je 5 jaar hiermee bezig moet zijn. Als je dit boek leest,
en je gaat daarmee aan de slag, dan kun jij leren hoe je vrouwen moet versieren en hoe je dat doet vanuit jouzelf. Hoe jij zelf als aantrekkelijke man dat kan doen. MauriceZondag.nl, boeklancering. Als je daarheen gaat, krijg je de gratis video en je kunt een gesigneerd exemplaar bestellen. Want ik bestel hem voor je, ik signeer hem voor je, zet er een persoonlijke boodschap bij. Als je zelf niks hebt ingevuld, verzin ik wat leuks voor jou en dan stuur ik hem hier toe en dan krijg je hem op die manier toegestuurd. Een uniek exemplaar, helemaal specifiek voor jou. Hoe fucking cool is dat? Jongens, dit is voor mij een van de mijlpalen in mijn leven weer. Het is een van de meerdere boeken die ik ga schrijven. Er zitten ondertussen al 2-3 boeken ook alweer in mijn hoofd waarvan ik denk, ja, als het zo kan, dan moet ik dit ook op een andere manier kunnen. En dan gaan er nog meer boeken komen. Dus dit is de eerste die ik heb gemaakt en dat is natuurlijk vaak toch ook wel weer de mooiste om te doen. Super tof dat jullie deze video hebben gekeken, dat jullie hierbij aanwezig zijn geweest. Super fijn dat de buurman er ook was met zijn boormachine. Maar het gaat erom dat we dit met elkaar hebben kunnen doen. En dat heb ik niet kunnen doen zonder al mijn vrienden. Dus als je dit kijkt en we kennen elkaar en we hebben een relatie met elkaar. We hebben dingen gedeeld met elkaar. We hebben toffe dingen gedaan. Rob, jongen, ik kan me niet herinneren hoeveel leuke dingen we allemaal gedaan hebben. Met name het racen en het online racen. Dat is een fantastisch avontuur. In mijn scheidingsperiode was je er ook. En dus dat was super tof. En zo fijn dat jij hier ook bij bent. Ik waardeer dat enorm, jouw vriendschap daarin. Ook al zien we niet elkaar elke maand of elk jaar zelfs. Maar we spreken elkaar regelmatig. En super tof dat je er bent. Maar ook alle nieuwe mensen die ik heb leren kennen. Ik zie Heloisa erbij. Wat super tof dat je bent, Heloisa. We spreken elkaar eigenlijk bijna nooit op de tennisclub. Maar toch ben je er. En dat vind ik super tof. Joke, iedereen die er is. Weet je, dank je wel. Want zonder jullie was dit project en traject natuurlijk nooit zo mooi geworden. En dank ik jullie allemaal voor dat je hier bent en dat je hier voor mij bent en met mij dit soort avonturen beleeft. Ik geniet daarvan. Ik heb een gelukkig leven. Ik ben super gelukkig. En dat komt mede door de verbinding met jullie. Dus dank je wel daarvoor. Bedankt voor het kijken. MauriceZondag.nl/boeklancering. Daar kun je je boek bestellen. En natuurlijk gewoon op bol.com. Als je hem gewoon wilt bestellen, heb je hem in 3 dagen in huis. En dat is natuurlijk ook wel super tof. Laat vervolgens ook even een recensie achter daar als je wilt. Je mag ook naar de Facebookpagina komen doen. Want op de Facebookpagina ga ik nog wat leuks doen. Ik denk dat dat iets wordt als 1 keer in de zoveel tijd voor mensen die een recensie maken. Dat we een keer een 1-op-1 coaching, dating coaching kunnen doen met z'n tweeën. Lijkt me super tof om jullie dan in het echt even weer te zien daarmee. En zelf mee aan de slag te gaan. Dus super tof dat jullie er zijn. Bedankt voor het kijken. En natuurlijk allemaal naar MauriceZondag.nl. Boeklancering en koop mijn boek. Je mag het ook cadeau geven, je mag het aan mannen geven. Voor alle vrouwen die dit zien, koop dit voor je man. Koop dit voor iedereen die het wil hebben, want ze hebben er allemaal wat aan. Peter, leuk dat je er bent. We zijn net op het eind. Bedankt dat je er bent. Maar je kunt het terugkijken natuurlijk en dan kun je alle mooie voordelen zien van wat ik hiermee geef. En niet alleen van wat er in het boek staat, maar ook de cadeautjes die ik net heb weggegeven. Dus bedankt voor het kijken allemaal. We gaan er een eind aan maken. Althans, aan de video. Voor de rest, vooral niet. Blijf zo lang mogelijk leven en geniet van de dag die je hebt. En natuurlijk voor alle mooie vrouwen om je heen en alle mooie mannen om je heen. Bedankt en tot kijk. Ciao.